Welke plek in Star Stable vind jij het mooist? Wildwoods. Wildwoods. Specifiek het eerste deel van Wildwoods. Dus zeg maar waar jij woont ook. Ja, daarom woon ik daar. Omdat ik dat de allermooiste plek vind. En daarna vind ik Goudoverlei het mooist. Ik denk dat ik het wel met je eens ben. En ik denk dat ik als tweede Mistfall heb en dan 3 GHV. Dat is fair. Want ik vind Mistfall ook nog steeds echt een hele leuke plek. Moet ik nou hier naar boven? Is het ook? Ja, ik vind Mistfall wel mooi. Maar het is natuurlijk wel een van de wat nieuwere gebieden ook, dus. Op zich verwacht je het dan ook wel. Maar ik ben benieuwd waar ze nu aan gaan werken. Wie weet. Wie weet. Ik ga even kijken hoeveel Jorfiction je krijgt op visquest. Ja, ik snap niet waar ik Hier. heen moet. Hoeveel krijg je ervoor? 115. Ja, ook hier gewoon hoor, in Jarlaheim. Dat krijg je altijd. Kut, ik zit vast. Wauw. Ik zit vast. Sure, ik wil dat wel vandaag wel even proberen. Kijk hoe Oké. makkelijk ze nu zijn. Want ik weet dat ze heel moeilijk waren, maar misschien is het nu makkelijker. Nee, zo moeilijk zijn ze niet meer. Ik moest gewoon letterlijk hier wezen, zeker. Ja. Wacht, wat? Oh, in die stallen moest ik wezen. Ik ben zo hard aan het struggelen met waar ik moest wezen. Maar. Koeien. Ja, ik moest gewoon letterlijk daar wezen, oké. Okay. Ik denk dat ik ook zo meteen nog even gewoon inderdaad hier de visquesten ga doen. En dan inderdaad ook met de boot naar GHV en daar de visquesten. En dan denk ik naar Moorland en daar de visquesten. Because visquesten. En in Moorland heb je ook die hele makkelijke, hè, dat je dan netten moet maken. Hier, Ja. hier moet ik hooi. Huh? Dat is geweldig. Yeah. Shit. Oh, ik moet ook daar beneden beesten voeren. Wat een gedoe. Ik heb eigenlijk helemaal niet gekeken wat ik nog meer moest doen. Maar kan ik hier gewoon over de stal heen springen? Ja. Dan doen we ook gewoon hier eens een keer het hek openen. Dat doe ik nooit. Dus laten we dat ook eens een keer leuk doen. Hier kan ik nog 2 bakken vullen. Oh, er komen ook appels in de bak te liggen. Wat leuk. En dan moet ik deze bak nog vullen. Ja, moe. Eigenlijk is Goldspur heel groot. Ja. Want Jacob hoort ook gewoon bij Goldspur boerderij. Alleen is hij de onderkant van Goldspur boerderij. Ik vond het een hele leuke plek. Ik heb daar heel veel rondgehangen, weet ik nog. Jij had binnen no time maar al die races. En toen was ik zo van, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want ik ergerde Omdat mij ik daar echt gewoon elke kapot. dag was. Ik zat elke dag de questjes daar te doen. Ik was gewoon de rest van Star Stable was ik helemaal niet mee bezig. Ik erger me eigenlijk echt kapot aan dat dat gewoon zo lang duurde. En dat het gewoon zulke rotdingen waren die je moest doen. Ik heb dat gewoon gedaan met veel plezier. Jij deed het met plezier, ik niet. Ik had er echt een hekel aan. Maar ook vissen, ik had zo'n hekel aan vissen. Zo'n hekel. Oh, daar ben ik met je mee eens. Dat is gewoon kut. Ik had daar echt zo'n hekel. Dat deden we op een duur deden we dat samen. Anders dan waren we er waarschijnlijk nog nooit klaar mee gekomen. Ja. Dan waren we waarschijnlijk nog steeds bezig met We waren vissen. elkaar even mental support aan het geven. Ja, en toen waren we eindelijk klaar. Het was zo van, we zijn klaar. Yo, nooit meer. En vandaag de dag gaan we gewoon vissen voor geld. Ja, kijk ons. We zijn een beetje gek geworden. Maar ik had net volgens mij 62, 62 en nu heb ik 66, 27. Dus ik ben wel weer 400 omhoog. Dus ik heb wel weer 400 Jorvisings verdiend. Nou, ik kan nu het zadel kopen, maar ik wil ook graag nog een dekje kopen. Dus dat is een beetje, ik nu te twijfelen. Ik kan maar één van de twee kopen. Want ik ga het nooit meer genoeg krijgen om het allebei te kunnen kopen. Dus dat is niet anders. Maar als ik wat meer heb, dan hou ik sowieso Jorvisins over. Oh, ik had trouwens vandaag Vara gedaan en ik kreeg voor alle drie de bestellingen 250. Hey. Ja,
Dus dan heb je gewoon 1 keer 750 voordat ik gewoon even die bestellingjes rondbrengen. Ja. Weet je, ik vind wel als ik altijd een trainpaard heb, dat ik dan niet echt zoveel meer, ja, questjes zoals dit ga doen. Dan ga ik heel vaak sneller naar het volgende. En dat zijn gewoon races. Ja, dat heb ik ook normaal. Maar ik dacht vandaag van, ik ga... Oh, shit, ik heb mijn vishengel niet bij. Weet genoeg, ik heb een vishengel. En ik weet niet waarom ik hem bij me heb, maar ik heb hem bij me. Scheiße, ik heb echt die vishengel niet bij. Nou... Op een of andere manier dacht ik, misschien als ik ooit een keer wil fietsen. Ik wil fietsen? Maar ik heb wel Betty altijd bij me. Ik ben aan het vissen. Ik heb echt altijd Betty bij, maar nooit mijn vishengel. Oké, hoe werkte dit ook alweer? Ja, je moet klikken als er van die druppels kwamen of zo. Vind ik veel. Ik zit nu mijn Minecraft door de war te halen met Star Stable. Het is volgens mij hetzelfde. Oké, voorwerpen. Ik was te langzaam. What do you mean? Oké, ik ga wel gewoon eerst in Moorland vissen. En dan ga ik gewoon wel weer langzaam richting Jorla terugwerken. Want ik ben nu toch in Moorland. Wat voor de splash? Splash? Ja, volgens mij zo werkt het. Je kan ook 80 Jorvis Change kopen als je 15 plastic inlevert, hè? Mm. Als je 15 troepjes krijg je ook weer 80 Jorvis Change. Nou, dat kun je wel maar één keer per dag doen, maar... Go, 2, let's go. Ik wil zeggen mijn paardspace uitgetraind, maar ik zit op een ander paard dan dat ik aan het trainen was. Oh, wat erg. Ik kom echt nooit meer bij die visplekjes. Zo, hallo meneer Kot. Hij wil graag verderop het strand wat wormen op. En wat moet ik nog meer doen? Vissen in Fort Pinta. Hoeveel geeft het je? 95 en 25, maar ja. Yo. Ik zeg oké. Oh, ik heb bijna, ik heb nog één. En dan moet ik daarna naar de... Oh shit, ik moet daar de schep voor gebruiken. Dan moet ik zeker ook weer af gaan stappen, ook of niet? Ja. Pew pew. Ik heb hem. Heb je hem? Ik moet letterlijk bij Fort Pinta gaan vissen. En ik denk dat ik gewoon bij Fort Pinta ga vissen. En als ik daar klaar ben met vissen, dan ga ik gewoon gelijk met de boot door naar Jarlaheim. Want ik heb toch de paarden, mijn homestable in Moorland. En dan kom ik daarna wel weer als ik klaar ben terug in Moorland. Mm-hmm. Dat is het makkelijkste, denk ik. Yes. En dan heb ik ook alweer een hele hoop van die dagelijkse missies gedaan. Dat is wel makkelijk. De haai is in Fort Pinta! Oh, ik vind het zo leuk dat die haai weer terug is. Oké, dat kan ik nu eindelijk een keer in mijn video laten zien. Vroeger was deze haai er gewoon altijd. Elke keer. En als je bij hem in het water valt, dan ga je volgens mij dood. Of dan word je in ieder geval naar je homestable teruggebracht. Maar vroeger was hij er gewoon altijd. En nu is hij er gewoon bijna nooit meer. Maar het is wel gewoon onze vriend Sharker. En that's why we call him Sharky. Dat het een haai is. Yeah. Ik wil even Sharky goed laten zien, maar ik mag het niet doen. Oh kijk. Het lukt. Ik moet hem heel ver wegzetten. There is Sharky. The very big shark. Sommige mensen zeggen dat hij eng is, maar ik vind hem best schattig. Hij houdt van de shark. Oh wow, ik kan zo in zijn mond. Oh, hij is best wel eng eigenlijk, die tanden. Jeetje. Mm-hmm. Oké, dat is de Sharky. Hij is geen mensenhaai, dus je bent veilig bij Sharky. Zal ik het wa- ik wil het doen. Ik ga het doen. Ik voel me eigenlijk zo stom dat ik dit nu doe. Maar ik wil gewoon bij die haai in het water om te kijken wat er gebeurt. Hij doet niks meer. Hij doet echt niks meer. 2 hours later. Oké, als hij komt, dan ga ik het water in springen en dan kan ik met hem op de foto. Oh ja. Ja, nee! Oh, hij heeft mijn bel gepakt! Oh. Oh, ik sprong echt voor zijn neus en toen pakte hij me wel.
Ik ben benieuwd of we het al overleerd zijn. Ook gewoon de zaterdag. Oh, ik deed het veel te vroeg. Ik kreeg dat dingetje in beeld. Ik denk, ik klik gewoon gelijk, maar dat werkt niet. En nu? Nee, ik weet niet hoe je moet vissen. Mooie poging, maar de vis is alweer weg. Wat nou een mooie poging? Als het een mooie poging was, had ik die vis wat te pakken gehad. Oh, ik heb mijn trucje weer gevonden van vroeger. Gewoon ingedrukt houden en dan net als die splash begint te komen, dan laat je hem los. Dus je hebt gewoon constant je muis ingedrukt en gewoon vlak voor echt gewoon letterlijk net als een splash komt, laat je hem zo snel mogelijk weer los. En dan heb je hem. Ik heb ze nou allemaal achter elkaar. Dat was mijn techniek toen. Ik wist dat ik zoiets had. Ik denk, laat ik het proberen. Misschien werkt het, maar het werkt nog echt ook. Yeah. Geld ophalen. En dan kunnen we naar GHV toe met de boot. Met dus, hello. Ik heb de visquestjes gehaald. Dus ik moet nu naar GHV toe. Waar ben jij at the moment? Ik ga naar Silver Glade te rennen. En daarna ga ik traileren naar Zuiderhoef. Heb jij een Wildwood zo? Ik ren voorbij de boot en de goede boot staat en die gaat nu net weg. Dus ik gewoon had opgelet dat ik de boot gehaald. Bruh. Ja. Ik ben zo gewend om hier langs te rennen dat ik gewoon door en nou weet ik te lang gaan wachten op de boot. Weet je waar ik benieuwd naar ben? Wanneer ze dat kasteel is vrij gaan geven. Of wanneer ze daar iets mee gaan doen. Want die hebben ze wel zo leuk gemaakt. En die kun je wel zo leuk zien van een afstandje. Maar ik ben benieuwd wanneer we er ook echt iets mee kunnen gaan doen. Want ik denk dat dat wel een soort van bijzonder quest zou gaan worden. Want nu krijg je natuurlijk met Maya quest over een paar weken. Met plek 5 snoeks. En dan ja, moeten we natuurlijk met Maya een paard gaan uitkiezen. Maar dat is natuurlijk niet zo heel erg bijzonder. Oh mijn god, ik moet daar gaan vissen. Maar dat hebben we natuurlijk al eerder gedaan. Want toen voor dat meisje, weet je wel, in GHV moesten we toen ook een paard allemaal dingen meedoen. Dan weet ik het allemaal. Oh ja. Yeah. Dus, I don't know. Ik weet nog, toen ik GHV had unlocked, was het ook echt herfst voor mij. Oeh, dat is leuk. Ik kan me dat echt bijna niet meer herinneren wanneer ik het allemaal heb unlocked. Ja, ik weet heel erg goed dat ik dan nog niet zo erg lang op paardrijden zat. Volgens mij is het mijn tweede jaar. En ja, ik weet nog dat ik dan altijd op Vera ging. Oh ja. Yeah. Vera is helaas dood gegaan. En gezichtsverlamming. Big oef. Yes. Dan komt bij paarden trouwens niet zo heel veel voor. Ja. Maar ja, op de manege hadden we er eentje en die is ook pas ingeslapen. Want die was door een ander paard op zijn ogen getrapt tijdens dingen. En toen was zijn schedel gescheurd en zo. In de wei. Dat was 's nachts gebeurd. Paarden waren ontsnapt en hij was geraakt. En dus hebben ze hem in moeten laten slapen. Maar hij was wel heel oud. Hij was 35. Want ze hadden hem zeg maar nog kunnen laten genezen. Maar dat was 3 jaar genezing met erg veel pijn. En ja, dan had hij de rest van zijn leven met pijn moeten lopen. Terwijl hij waarschijnlijk niet eens meer zo heel oud zou gaan worden. Want hij was natuurlijk al niet helemaal meer... Ja, je gaat een 35-jarig paard niet met heel veel pijn laten genezen. Nee. Dat is een beetje zielig. Kun je hem beter gelijk in laten slapen. Want hij heeft nou niks van de pijn meegemaakt. Het laatste wat hij weet is dat hij wel natuurlijk die klap heeft gehad, maar hij stond gewoon rustig in de wei te eten, dus. Hij heeft er bijna niks van. Ja. Ik zat te vissen in GHV en het schiet gewoon niet op, hè. Dus je moet inderdaad eigenlijk wel bij de splash klikken, maar echt meteen aan de eerste milliseconde van de splash moet je meteen klikken. I see. Oh, ik weet ook nog toen ik erom... Oh, het was zo leuk die tijd. Dat weet ik nog. Maar ja, ik ben even helemaal in de stoel. De oude Star Stable avonturen. Ja, dat ook was vroeger voor mij. Ja, vroeger was het heel anders om het spel te spelen. Nee.
Ik wil ook gewoon paardrijles, was ook zo anders. Ja, dat was echt zo'n ding van, ja. Ja, ik ging naar de hele slechte manege, waar iedereen elke keer er gewoon van af viel. En ik vond het hartstikke leuk. Want ik viel er nooit af. Ja, maar sowieso het bij manege, hoor. Vaak vallen kinderen bij maneges. Ja, maar als dat te vaak gebeurt, dan zou ik er liever niet een kind naartoe sturen. Nee, oké. No, thank you. Dan staat dat in mijn boekje geschreven als een niet goede manege. En daar is ook heel veel van. Ja. Die paarden zijn niet goed getraind. Leer je dan wel echt goed te rijden als je elke keer eraf valt. Natuurlijk met te veel mensen in één groepje rijden. Dat gebeurt ook heel veel. Er zijn heel veel kenmerken wanneer een manege niet zo heel fantastisch is. Want pas zag ik zo'n filmpje en toen reden ze echt met zeker wel 10, 20 mensen in een groepje. En toen schrok er eentje, het gingen ze allemaal aan de kledder en toen vielen al die kinderen eraf en helemaal chaos. Ja, 20 paarden waren er aan het rennen, terwijl er allemaal ook 20 kinderen natuurlijk op de grond lagen bijna. 20? Ja, er waren 20 paarden in één les met allemaal kinderen en toen schrok er één en toen vielen ze allemaal. Maar weet je hoe gevaarlijk dat is in zo'n binnenbak, al die kinderen dan eraf vallen en al die 20 paarden aan het rennen zijn. What the fuck? En bij Ponyhof doen ze ook met grote lessen rijden, maar dat zijn hele brave paarden. En daar gebeuren niet, eigenlijk praktisch gezien gebeuren daar bijna geen ongelukken. Terwijl ze daar toch met grote lessen en zo zijn. Maar ze verdelen het daar heel goed. Want er zijn meerdere begeleiders bij en zo, als ze met een grotere groep zijn en zo. Mm. Je hebt ook heel veel manege's die doen gewoon, ook al hebben ze met 15 kinderen, doen ze gewoon één begeleider. Ja. Meestal bij mij was het altijd max iets van 8. Ja, heb ik gehad. En dat vind ik al wel redelijk veel. Dat is, zijn dat die is al ook veel. Wel eens, zijn die lessen ook nog eens peperduur, dan heb ik een beetje van, het zijn wel goede lessen, maar... Kijk, weet je, het is, eigenlijk is 8 al veel, maar het kan nog, weet je wel. Het, soms... 8 zou nog wel kunnen, maar meer kan ook echt niet. Gewoon 8 is wel een beetje het maximale dat van het... Dat is een beetje het maximale wat het zou kunnen, maar... Ja. Ik ben zelf een voorstander van de max van 4. Ja, inderdaad. Dat werkt het best. Een groep. En bij de stal waar ik nu rij is een groepje max 3. Ja, maar dat is eigenlijk gewoon het beste. Ja, heel weinig. Op dit moment doe ik nu gewoon privélessen. Dat is zo fijn. Holy shit. Ja. Er is wel echt een focus op jou en niet op anderen. Het is fijn. Ja, maar je hebt dus ook met zo'n grote groep. Je betaalt voor iets waar je eigenlijk... Eigenlijk krijg je geen lesjes met zo'n grote groep. Je bent een beetje achter elkaar aan het hobbelen. En dat is het. En... Heel vaak, als iemand het niet zo fantastisch doet en jij doet het best wel goed, dan weet je al, jij krijgt geen extra punt op hoe jij rijdt. Yeah. Omdat alle aandacht gaat naar iemand die meer hulp nodig heeft dan jij. En dat is dan een beetje vervelend, want dan ben je zo van, ik wil eigenlijk wel graag, weet je wel, verteld worden van, oh, jij kan een beetje dit meer doen en een beetje meer techniekjes werken en zo. Maar daar wordt dan niet aan gewerkt, omdat alle anderen dan weer hulp nodig hebben met die andere dingen, waar jij dan al een beetje zelf doorheen bent. En dat is dan heel, ja, een beetje vervelend. Ja. Yeah. Meestal van, maar ik wil eigenlijk verder werken, maar ja, dan zit je een beetje vast. Ja, dat was een beetje, ja. Ja, dat was ook nog een keer gebeurd in een groepje. Dat was bij een manager die ik wel leuk vond. Die gaven ze groepjes in 3, 4, max 4. Mm-hmm. En toen ging ook... Ja, toen uiteindelijk was ik een beetje het beste van mijn groepje. Want niemand... Ja, ik zat elke keer... Dus zat ik gewoon soms gewoon niks te doen. Ja. Omdat iedereen anders dan gewoon allemaal nog extra hulp nodig had. En ik had dan geen hulp nodig. En zij waren dan bezig met iets heel anders. Dus ik zat gewoon een beetje zelf een beetje te hobbelen. En toen hebben ze me in een ander groepje gezet. En... ja, daar helpt het ook niet zo heel erg. Maar ja, toen zijn ze uiteindelijk al stop vanwege corona. Maar ja. Oh, ja. Ja, het is niet anders. Mm-hmm. Dit was de video van vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zien we jullie weer bij de volgende video. Yes, bye bye. Doei.